Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe eruitvlog. We krijgen binnen een kwartiertje onze sleutels. Dus ik heb me net even gedoucht, opgefritst, iets aangedaan. Allee, iets fatsoenlijk aangedaan. En dan ga ik nu vertrekken naar het huis. Maar ik ga jullie eerst nog even mijn appartement laten zien. Hier in het midden van de kamer hebben we een muffin. Dit was mijn slaapkamer. Hier staan nog een paar spullen. Mijn spullen worden trouwens morgen verhuisd. Hier staan spullen. Hier staan nog kleren. De badkamer is leeg. En dan hebben we dit hier allemaal. Mijn bed, mijn zetel komen ze morgen met de verhuislift doen. Dus it's a lot. En mijn keuken. Dus er staan nog wel zo overal wat rommeltjes. Maar oké, dat is voor morgen. Deze doos pak ik al mee, want daar zitten kleren in die ik wil. En dat is het zo. Dus ik ga vertrekken. Niels stuurt. En dat hem vast staat. Oei. Oké, maar dat is niet zo erg. Die man is er toch, zelfs. Ik ga ook vertrekken. En dan zie ik jullie zelfs daar. We zijn in ons huis. Woehoe, ik ga donker worden. Hopelijk zien jullie mij nog. Maar Niels is voor de tweede lading van zijn appartement terug naar geel met de kamionet en zijn mama en zijn stiefpapa. En ik ga ondertussen jullie een empty house tour geven. Ik ben echt super, super blij. Ik ga eerst even vertellen, het is een nieuwbouwhuis. Wij zijn de allereerste mensen die erin gaan wonen. Wij huren het. Maar het is dus pas gebouwd. Zelfs vandaag deze middag was de keuken pas af. Dus het is echt nieuw nieuw. Het enige wat nog moet gebeuren is wat poetsen. Omdat ja, al dat werkvolk en al dat stof en zo natuurlijk. Oké, ik ga jullie een rondleiding geven. Hier achter mij is de voordeur. Heel mooi in het zwart. En dan komen we in het gangetje. Hier is het gangetje. Hier is plaats voor een mat voorzien. Dit is eigenlijk de inkomhal. Die deur kan toe. Maar die staat nu even open. En dan hebben we hier als eerste een bureauruimte. Dus dit is, hier wordt ja, onze bureau voor mij om te werken. Niels en FIFA. Materiaal, zijn PlayStation en zo, komt hier. Dit is de tegel hier. Ik vind de tegel echt prachtig. Deze hebben we in het gangetje, bureauken, toilet en in de badkamer boven. Echt super mooi. Dus daar is de voordeur. Dan hebben we hiernaast het toilet. Eens kijken, de knopjes. Ah ja, hier hangen nog geen lampen. Good thinking, Thalisa. Maar dit is het toilet. Kraantje, pompenbak, ja, wc, spreekt voor zich, hè. Dus dit is het wc. En dan komen we hier in de living. Dit is dus onze living, dit is de tegel in de living. Ja, het is nu wel nog wat vuil natuurlijk. Hier gaat de zetel komen, de tv gaat hier komen en daar gaat de eetkamer komen. Dan hebben we hier de trap naar boven. Dus dit is de living. Ziet er zo uit, met uitzicht op de tuin. En dan hier om de hoek, dus we komen vandaar, hebben we de keuken. En ik ben echt verliefd op de keuken. Ik vind hem zo mooi. We hebben zo marmer, ja, hoe noem je dat, marble tablet. Hier is onze frigo. Daar zit bier en cola in voor de mannen die zelfs allemaal komen helpen. En dan is hier onze pompenbak met zwarte kraan. En zo kijk je eigenlijk de eetkamer en de living in. Ja, ik ben echt, echt heel blij. En met één hand. Oei, ik heb dat hier al vuil gemaakt. Maar ja, oké, alles moet wel nog gepoetst. En dit is dus onze afwasmachine. Daar ben ik ook echt super blij mee. Want ik haat afwassen en ik heb een jaar lang met de hand afgewassen. En dan hier is onze tuin. Hier kunnen we... Oh, ik heb dat toegedraaid. Wacht, ik zal even langs hier gaan, want dat is open. Dit is ons terras. Dat is best wel een groot terras.
En zoals je kunt zien, hier zijn zo muren rond, dus dat is wel fijn, dan zit je zo afgeschermd. En dit is dan onze tuin. Ons gras is momenteel redelijk verdord. Maar oké, dat komt wel goed met mest en zo. En deze boom hebben we net ontdekt, is een walnotenboom, ook wel heel fijn. Hier is een plaats voorzien voor een tuinhuis op te zetten, dus dat is ook wel tof. En hier is onze boom. Hier hebben we ook nog een poortje, want dat stuk hier eigenlijk is ook nog van ons. Maar ja, ik denk niet dat we er momenteel iets mee gaan doen. Misschien binnenkort kippen of zo, maar dat zullen we zien. En dan, ja, zoals jullie kunnen zien, zijn er drie huizen. Dus 1, 2, 3. En die drie ramen zijn eigenlijk van ons en die zonnepanelen. Dus van daar tot daar is ons huis. I love it. I like it a lot. En we hebben ook, ja, zonnepanelen. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Dus let's go back in. Als we dan hier de keuken hebben, dan komen we hier in de berging. Onze berging is ook wel... Oh, ik wil heel tijd licht aan doen, maar er is nog geen licht. Onze berging is ook wel echt heel groot. Hier hebben we allemaal ruimte om dingen te zetten. En dan hier is een bakje voor als je droogkast wilt leegmaken. Hier is aansluiting wasmachine, droogkast. En dan hier komen we in de garage. We hebben zo'n inpandige garage, of hoe zeg je dat? Maar hier klinkt het direct veel minder hol. Maar ik ga jullie niet de buitenkant tonen, maar ik ga jullie het zo laten zien. Ja, nu staat hier natuurlijk allemaal spullen van Niels zijn appartement. Maar dit is de garage. Dan gaan we terug naar binnen. Dan gaan we terug hol klinken. En dan gaan we de trap omhoog naar het eerste verdiep. Ik ga wel nog moeten wennen aan die trap, want die heeft zo geen leuning of zo, maar dat is wel mooi. Dan komen we hier op het eerste verdiep. Aan de rechterkant, dus de eerste kamer. Hier gaan we de logeerkamer van maken. Dus hier komt Niels zijn bed en kasten. En hier gaan we deze nacht slapen. Dan ernaast hebben we nog een kamer. Ik denk dat dit gewoon een beetje storage gaat worden. En niet afval, maar om ja, zo kerstspullen en zo te zetten. Dan zullen we eerst tegenover gaan. Hier wordt onze slaapkamer. Dus de master bedroom. Daar gaat mijn bed staan, maar dat komt morgen pas. Dus daar gaan wij slapen. Dit is ook de kamer met het meeste licht, dus wel heel tof. En dan, kijk, die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Dan is hier de badkamer. Hier is wel al licht. Dit is de badkamer. En zo'n inbouwmeubel. Hey! Een heel grote spiegel. En dan, hier is de inloopdouche. Dus hier hebben we de douche. Super, super, super mooi. En hier is dus op die vloer en die tegel. Vind ik wel fijn dat die hier ook is. En ook wel weer veel opbergruimte. Is ook wel fijn. Schuiven. Oké, komt hier helemaal goed. Is die spiegel ook iets eigenlijk? Denk het niet, hè? Nee. Oké, maar we hebben wel... Zo lichtjes boven de spiegel. Maar die spiegel is vettig. Maar oké, okay, we moeten alles nog kuisen. Maar dat licht is kei mooi trouwens. Wauw. Oké, dan gaan we... Daar had je onze slaapkamer. En dan... Ah, hier hebben we nog het toilet. Waar is dat licht dan van de gang? Hier is nog een wc. Simpel. Spreekt voor zich ook weer. Zonder een handwasding, want dat is naast de badkamer. En hier gaat onze dressing komen. Dus die kijkt ook uit op de tuin eigenlijk. En ja, hier gaat de dressing komen. Gaat ook wel tof zijn. Maar wel nog aan twijfel eigenlijk als we niet beter hier de dressing doen. Nee, oké. Okay.
denk dat het wel goed is daar. Dus dit is het tweede verdiep. En dan hebben we hier eigenlijk een deur, die staat nu open. Gaan we nog eens naar boven. Dan gaan we naar het derde verdiep. Voilà. Dit is eigenlijk de zolder. Maar hier komt Niels zijn mancave. Ook echt heel groot. Ziet er zo uit. Daar heb ik nog zo'n apparatuur. En ik denk dat de zetel hier komt, maar we weten nog niet of we hem wel boven gaan krijgen. En daar een projector. Dan kunnen we tv kijken met de projector of film. En dan is het daar eigenlijk. Hè? Ja. Ik weet wel niet of die zetel hier in gaat kunnen. Ik vrees ervoor. Ik vrees dat we de zetel toch gaan moeten verkopen, omdat die daar niet past. But we will see. Maar ja, zo ziet het huis eruit. Oké, daar is ons huis. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik ben echt super, super, super blij. Ik ga een slokje drinken, want het is heet. En het wordt echt terug minder heet. En wij hebben net de heetste dag om te verhuizen. Maar ja, ik ben echt zo blij. Het is echt een mooi huis, een groot huis. Very happy, ja. Hopelijk vonden jullie deze eerste home vlog, allee, dat we echt in ons huis zijn, leuk. Ik ga jullie ook sowieso nog meenemen in heel de verhuis. Dus ja, keep an eye open for that. En ja, laat me zeker weten wat jullie van ons huis vinden in de comments. En dan zie ik jullie snel weer. Oh,